Eind juli lieten Romina en Jan via Instagram weten dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. Ondertussen is Romina hoogzwanger en is ze volop bezig met het schrijven van de geboortekaartjes. Ze vertelt op haar Instagram stories dat ze laaiend enthousiast is over de kleur van de enveloppen en over de leuke postzegels die Jan erbij kocht. Maar blijkbaar waren die mooie postzegels, waar verschillende diertjes op afgebeeld staan, plots uitverkocht en kwam Jan thuis met lelijke postzegels waar sneeuwmannen op staan. Mijn zwangere brein kan dit niet aan. Mijn kaartjes zijn te mooi, schrijft Romina op haar Instagram-verhaal. Ze haalt ook uit naar haar boer. Jan vindt dat allemaal niet erg, who cares? Ik kijk daarnaar, schrijft de brunette. Dus ging de brunette naar een ander kantoor, maar helaas kon ze haar postzegels niet meer wisselen omdat ze aangekocht hadden in een ander postkantoor. Nu zit ik hier met die kutkerstmannen, klinkt het nog bij de teleurgestelde Romina.